Het hoge water zorgt er in Druten voor dat vluchtelingen op de opvangboot al 3 weken geen voet aan wal hebben kunnen zetten. De kerstdagen en ook oud en nieuw doorbrengen op een cruiseschip. Het klinkt misschien lekker luxe, maar dat geldt zeker niet voor de Oekraïense vluchtelingen in Druten. Zij kunnen door het hoge water het opvangschip niet verlaten en dat duurt nu al meer dan 3 weken. Door het hoge water is de ligplaats aan de Veerdam ondergelopen en is het opvangschip al weken onbereikbaar vanaf het land. De vluchtelingen hebben af en toe de wal bereikt wanneer de situatie het toeliet. Nou ja, op dit moment, zoals je ziet, is het helemaal omringd door water. En dat betekent eigenlijk al ondertussen voor de 4e keer dat wij de mensen niet meer op of van de boot af kunnen laten gaan. Op een schip worden normaal gesproken 136 vluchtelingen opgevangen. Onder hen zijn geen kleine kinderen. De jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan, volgen de lessen deze dagen online. De gemeente heeft van tevoren de vluchtelingen ingelicht en ze de kans gegeven om alternatief onderdak te vinden. Een groot deel is het ook gelukt, bijvoorbeeld via een werkgever of een goedkoop hotel of B&B in de buurt. Bijna de helft van de bewoners hebben besloten om elders te gaan verblijven. En de andere helft die is hier nog aan boord. Nee, dat hebben ze allemaal zelf geregeld. De mensen die ook van boord zijn ook mensen die gewoon werk hebben. En daardoor ook in de gelegenheid zijn om dat zelf te kunnen regelen. Hoe is het met de mensen op de boot die daar nu zitten? Oh, dat is heel gezellig. We vermaken ons uitstekend. We hebben heel veel spelletjes. Het is te lekker warm. We hebben voldoende voedsel aan boord. We zijn op alles voorbereid. Het is ondertussen in dit geval de 4e keer al. We zijn het gewend. Het gaat heel erg goed. Heel veel gelezen. Er zijn veel spelletjes. Er staat een tafeltennis, een biljart. Mensen zijn aan het borduren. Er is eigenlijk van alles te doen aan boord. Iedere kamer heeft ook een eigen televisie. Dus ze kunnen ook televisie kijken. Gelukkig hebben we ook internet aan boord, dus mensen zijn ook online bezig. Iedereen vermaakt zich uitstekend. In november zaten de vluchtelingen ook al een kleine week vast op het schip door het hoge water. Om gevaarlijke situaties te voorkomen mocht toen ook niemand de kade op en af. Naar verwachting is het aankomende woensdag weer mogelijk voor de vluchtelingen en de bemanning om het schip te verlaten. Laat het ophalen van je kerstboom maar over aan de kinderen. In Mook staan ze jaarlijks in de rij om deze sparren op te halen. Er zijn namelijk leuke prijsjes mee te winnen. De opgehaalde bomen zijn bovendien de basis voor een gezellige traditie, namelijk de jaarlijkse kerstboomverbranding. We hebben een kerstboomverbranding georganiseerd. Dat wordt elk jaar gedaan eigenlijk hier, al een aantal jaar. Dat is een soort traditie. En dan mogen mensen hun kerstboom hier naartoe brengen, krijgen ze een lotje, hebben we daarna een loterij en dan kun je prijzen winnen. Vooral voor de kinderen is dit ieder jaar weer iets om naar uit te kijken. Zij halen de bomen op langs de deuren en brengen deze vervolgens naar het scoutingterrein, waar de brandweer de bomen gecontroleerd in brand zet. Nou, ik ben samen met mijn zus met een spanband gewoon ben ik gaan slepen. Met een lang touw achter de auto, hè? Ja. Ja, dat was cool, hè? Ja, we gingen super in de hart in de klep zitten. Door het hele dorp. Door het hele dorp heen gereden, hè? Een paar keer. Natuurlijk leveren wij ook een kleine bijdrage. Nou, deze mag ik ook nog op. Dank je wel. Als de meeste kerstbomen in de as liggen, is het tijd voor de loterij. En daar zijn aardig wat leuke prijsjes te winnen. Potten met snoep, cadeaubonnen voor de bioscoop, voor binnen speeltuinen, voor een restaurant, voor een bowlingbaan. Maar ook een voetbal bijvoorbeeld, ander soort speelgoed. Dus heel uiteenlopend eigenlijk. Uiteindelijk gaan de meeste kinderen wel met een prijsje naar huis. Maar je hebt natuurlijk altijd baas boven baas. Ja, ik zag dat jullie heel veel hebben gewonnen. Wat zit er allemaal in de tas? Nou, wij hebben twee pakken potloden nodig. Twee bioscoopbonnen en En hoeveel bomen hebben jullie daarvoor wel niet opgehaald? 13 hebben we erop gehaald en daar hebben we 31 loodjes van gekregen. Wat Mook betreft blijft deze traditie nog lang in stand. Toch blijft het spannend of dit ook volgend jaar weer georganiseerd kan worden. Dat is altijd twijfelachtig, want in omliggende gemeentes is het afgeschaft. Hier mochten we tot nu toe wel doen, maar of het volgend jaar weer mag, dat moeten we afwachten. We krijgen een nieuwe burgemeester, dus dat weet je nooit. Maar het was net in ieder geval heel gezellig. En vonden jullie het leuk? Ja! Moet dat volgend jaar ook weer? Ja! Oké, ik ga het wel even natuurlijk.
Waterschap Rivierenland heeft recentelijk een waarschuwing afgegeven voor schaatsen op momenteel ondergelopen uiterwaarden. Hoewel de afnemende waterstanden en de verwachte vorst kunnen leiden tot ijsvorming, benadrukken experts de onbetrouwbaarheid van dit ijs. Als het waterpeil daalt, kan er lucht onder het ijs ontstaan, wat het aanzienlijk verzwakt. Dit fenomeen, gecombineerd met de verwachte vorst, kan doen lijken dat er veilig geschaatst kan worden, terwijl het in werkelijkheid uiterst gevaarlijk is. In de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, met onder meer de gemeenten Nijmegen, Druten, Bergendal en Heumen, raakten met oud en nieuw fors meer mensen gewond door vuurwerk dan vorige jaren. Veiligheid NL maakt vandaag de cijfers bekend van het aantal mensen dat tijdens de jaarwisseling met vuurwerkletsel moest worden behandeld op de spoedeisende hulp of bij een huisartsenpost. In onze veiligheidsregio werden rondom oud en nieuw 25 personen behandeld aan letsel, veroorzaakt door vuurwerk. Dat is ruim 3 keer zoveel als vorige jaarwisseling, toen er 7 slachtoffers waren. Bijna de helft van de slachtoffers was jonger dan 16 jaar. Van alle Nederlandse veiligheidsregio's was de stijging in Gelderland-Zuid het hoogst. Vanavond wordt in Concertgebouw De Vereniging de nieuwe Nijmegenaar van het jaar bekendgemaakt. De 3 genomineerden zijn Joost Roosendaal, onderzoeker aan de Radboud Universiteit, die zich inzet om de Nijmeegse oorloggeschiedenis toegankelijker te maken. Larry Grote, die als oprichter van het Kindness Collectief allerlei lieve acties op touw zet voor de medemens. En Iris Kokoski, Devorceaux, directeur van basisschool De Bloemberg, speciaal voor nieuwe Nederlanders. Houd RN7.nl in de gaten voor de uitslag van deze verkiezing. De Nijmegen Devils mochten vrijdagavond weer het ijs op, maar deze keer niet voor zomaar een wedstrijd. De club wilde met een benefietwedstrijd zoveel mogelijk geld ophalen voor de Sint Maartenschool. Hier zitten kinderen op school met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het is de snelste teamsport ter wereld. Dus je staat met z'n 6 op het ijs, 5 spelers, 1 goalie, keeper dan. En eigenlijk is het gewoon 3 keer 20 minuten de hele tijd vol door. Het blijft doorgaan. Als een fluitje gaat, stopt de tijd ook. Dus eigenlijk is er helemaal geen tijd voor iets anders dan ijshockey. Vrijdag was een speciale wedstrijd. We hebben een actie opgezet voor de Sint Maartenschool. De Sint Maartenschool is ja, voor de meeste mensen wel bekend dat het een school is voor mensen of kinderen met een beperking. Lichamelijk of geestelijk. Mijn oudste dochter zit daar op school en zodoende zijn we dit op de idee gekomen. Het doel van deze wedstrijd is om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Daarom spelen de Devils in een speciaal tenue. We hebben veiling, we spelen in speciale Happy New Year shirts. Dus die worden geveild na de wedstrijd. Er worden vanop Marktplaats was er al een tijdje, volgens mij een week of zo, tot mensen konden bieden en bieden. Dus ja, hopelijk halen we een mooi bedrag op. Ja, die mensen die daar werken, die hebben geen beroep, maar een gave. Weet je, het is gewoon heel, heel mooi om te zien hoe die mensen met die kinderen allemaal omgaan. En ja, wat ik al zeg, daar heb je echt een gave voor nodig. Dat is niet makkelijk, laat ik het zo zeggen. En die mensen die zijn zo liefdevol naar die kinderen toe. Ja, dat is gewoon heel mooi om te zien. Het team heeft in ieder geval veel vertrouwen in de wedstrijd. Wat verwacht jij van vanavond? Ik verwacht wel winst, zeker. Ja, winnen. En hoeveel? Misschien wel een voorzichtige 7-1 of zo. Wauw, positief. Ja, nee, geen idee. Ik hoop het. Dus ik hoop met dikke winst vanavond. En dat winnen is zeker gelukt. De Nijmegenaren zijn geëindigd met een winst van 8-2. Maar niet alleen op het ijs zijn ze goed bezig geweest. Ook heeft de avond een mooi bedrag opgeleverd. €4.533 voor de Sint Maartenschool. Dan kijken we nog even naar de sociale media. Politie Nijmegen is op zoek naar getuigen van een ongeval op 21 december. Op het Kwakplein in Nijmegen vond die avond een botsing plaats tussen een scooter en een passerend voertuig. Het voertuig is doorgereden in de richting van Kronenburger Singel en is onbekend gebleven. De politie komt graag in contact met getuigen of eigenaren van camerabeelden waarop het ongeval te zien is. Gemeente Nijmegen meldt dat de tunnel onder de oversteek in het verlengde van de Weurtseweg vanaf vandaag is afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Ondanks de vele waarschuwingen gebeurde het in het verleden regelmatig dat vrachtwagens vast kwamen te zitten onder de brug. De nieuwe route loopt via de Laan van Oost-Indië. Dat het water in de Nederlandse rivieren momenteel hoog staat is geen nieuws meer, maar 40 jaar geleden stond het nog een stuk hoger. Dat blijkt uit oude foto's van Albert de Valk, die de Facebookpagina Oud Nijmegen laat zien. Op de foto's is de Nijmeegse Waalkade te zien, waar het water op dat moment tot aan de panden staat. Met het nieuwjaar is ook de winter nu echt begonnen. Nadat de temperatuur vandaag niet boven het vriespunt uitkwam, zal het kwik vannacht dalen tot zo'n 7 à 8 graden onder nul. Dat betekent dus matige vorst. Ook morgen overdag blijft het vriezen met 1 graad onder nul en dus krijgen we wederom met een lokale ijsdag te maken.
We krijgen daar wel een dag vol zonneschijn voor terug. De dagen erna blijft het nog even droog met geregeld zon en lage temperaturen en matige vorst in de nacht. Vanaf vrijdag stijgt het kwikweer naar waarde net boven het vriespunt. In het weekend wordt het ook weer wisselvalliger. Tot zover deze eerste uitzending van het RN7 Regio Nieuws in 2024. Morgen zijn we weer bij je terug en dan zie je onder meer wie de Nijmegenaar van het jaar is geworden. Ook zie je hoe het Mariekebeeld wordt teruggeplaatst op de Grote Markt en of dat deze keer wel goed gaat. Nu op RN7 zie je een nieuwe NSC-update vanaf het trainingskamp in Spanje. Graag tot morgen!